Hi, ik ben Tom Massing, beursbox.nl. Ik wil het nu gaan hebben over de Amerikaanse vastgoedmarkt. En we zitten nu in juli 2020 en over 2 weken lopen de extra uitkeringen die gedaan zijn vanwege corona lopen af. En in heel veel staten waren die uitkeringen, $600 per week, waren hoger dan de mensen aan loon binnenkregen. Dus mensen die hun baan kwijtraakten, die hadden zoiets van, oh wat heerlijk, ik heb nu een hoger inkomen als dat ik voorheen had. En ja, dat was dus feest. En die baan, ach, die komt wel terug na de coronacrisis. Ja, de vraag is of dat gebeurt. In Europa is de coronacrisis over. In Amerika pertinent niet. Ze waren daar iets te snel met weer feest vieren en het negeren. En het is daar niet over, maar de uitkering ondertussen wel bijna, nog 2 weken. Wat je nu ziet is dat in de maand juli, mensen hadden op 1 juli moeten betalen, zie je dat 32% van de mensen die hypotheek of huur moeten betalen, daar te laat mee zijn of het niet volledig hebben betaald. Het kan ook zijn dat ze er helemaal niks hebben laten weten. Maar 32% is dus niet op tijd. En het is nu terwijl de uitkeringen nog plaatsvinden. Dus volgende maand wordt helemaal een probleem en die maand daarna wordt een drama. Het betreft 30 miljoen Amerikanen, dus dat is een tiende van de bevolking. En het houdt in feite in, als jij niet betaalt, dan vlieg je eruit. Ja, of je nou een huurder bent of je hebt een koophuis met een hypotheek. Als jij de hypotheek niet betaalt, vlieg je eruit. Er zit wel iets vertraging in. Dus misschien is het niet 1 september, maar 1 oktober op 1 november dat gaat gebeuren. Maar je vliegt eruit. En bij huurwoningen is het veel sneller. Wij hebben zelf hebben iemand het aangezegd dat zou gaan gebeuren per vandaag. En toen had hij ineens wel geld. Dus we hebben geen uitzetting hoeven te doen. Maar ja, vanaf vandaag is het mogelijk in Michigan om mensen weer uit te zetten. En ja, als ze niet betalen, als ze al 2 maanden niet betaald hebben, dan vliegen ze er ook gewoon echt uit. Ook ik heb rekeningen te betalen. Dus dat wordt best een heel vervelend gebeuren. En ja, eigenlijk is het helder wat er moet gebeuren, denk ik dan. En dat is dat er toch minstens een ondersteuning komt voor die mensen om het te redden. En dat is eigenlijk een soort van basisinkomen, maar dat mag je natuurlijk niet zeggen. Maar als dat er niet komt, dan krijg je een grote recessie. Depressie, of wat was het in de jaren 30? Dat krijg je dan, dat tientallen miljoenen mensen gewoon hun huis verliezen en door het land gaan zwerven. In de zomer een beetje naar het noorden en in de winter naar het zuiden, omdat het daar warm is en dan kan je in de buitenlucht overleven. Maar als dat met 20 miljoen of 30 miljoen mensen gaat gebeuren, ja, dat is niet te bevatten. Dus er moet wat gebeuren en de politiek in Amerika probeert te negeren. Maar dit kan niet. Zo'n depressie kan Amerika niet aan, kan de beurs ook niet aan. Dus hier moet wat gebeuren. Nou, is het glas half vol, half leeg? Ik heb natuurlijk 27 goedkope huurwoningen in Amerika. Wat mij betreft is het half vol. Mensen die uit huis worden gezet omdat ze het niet kunnen betalen, hun dure hypotheek niet kunnen betalen, die gaan huren. En die gaan goedkoop huren, zo goedkoop mogelijk. Want dan kunnen ze weer sparen om later weer te kunnen kopen. Dus ja, wij merken nu dat er een enorme aanwas is van mensen die willen huren. We hebben een aantal huizen te huur. En we hebben nu gemiddeld 10 mensen die de aanvraag doen om te kunnen huren. Ja, waarom verhuur ik dan niet alles op dit moment? Helaas is het zo dat heel veel van die mensen dat willen doen op basis van die uitkering die over 2 weken stopt. Ja, daar heb ik dus niks aan. Of het zijn mensen die al een keer eerder zijn uitgezet binnen de afgelopen 12 maanden. Ook dan kom je er bij mij gewoon niet in. Dus er zijn een aantal regels waar ze moeten voldoen. Nou ja, ik verwacht de aankomende weken dat ik mijn huizen ga verhuren. Dat ze allemaal verhuurd gaan worden. Dus in die zin is het glas half vol. Maar het is zeker niet helemaal vol. Ook ik zal huurders gaan verliezen die gewoon niet meer betalen. En dan er toch uit moeten. Het is helaas niet anders. Maar ik vind het wel spannend. Het gaat de aankomende 2 tot 6 weken gaat het spannend worden. Want die uitkering, wat mij betreft, moet die er komen. Want anders dan gaat die economie van Amerika down the drain. Dit was Tom Massing, beursbox.nl. Tot de volgende keer.